Gekras-events. Een studenteninitiatief van de HAN organiseert een middeleeuwse dinnershow in de Waag. Voor personen die aangesloten zijn bij de Voedselbank. Dat doen ze in samenwerking met de stichting Pay It Forward. Ja, wij gaan een dinnershow organiseren voor de mensen van Voedselbank Nijmegen die daar aangesloten zijn. Het is een initiatief vanuit de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. We doen de Minor Event Management. En we hebben eigenlijk als opdrachtgever Pay It Forward. Het is een stichting die doen dingen voor sociale groepen in de maatschappij die het wat minder hebben. En wij mochten een keuze maken wie we gingen kiezen eigenlijk. En we zijn de Voedselbank uitgekomen om daar een leuke dinnershow voor te organiseren. We vinden dat die mensen wat leuks verdienen. Ze kunnen vaak niet echt iets activiteiten doen. Niet een keertje uit eten of een keertje een leuke dag uit. En we willen het eigenlijk combineren. Lekker wat eten en een leuke activiteit dat ze een keer op een avond kunnen doen. Het is een middeleeuwse dinnershow. We krijgen een Bourgondisch buffet. En er zijn acteurs aanwezig die de invulling zullen geven van het evenement. En er is een jong leergroep. Het is mooi aangekleed. Er is apart kinderentertainment. En het wordt gewoon hartstikke leuk. Nou ja, we waren eigenlijk op zoek naar een locatie. We hadden zoiets van, we hebben de dinnershow, maar de locatie was nog een beetje onbekend voor ons. Toen zijn we uitgekomen bij De Waag. De Waag had een prachtig aanbod voor ons gedaan. We mogen gebruik maken van het personeel, van de locatie en het eten. En een prachtige pand eigenlijk. Dus we hadden zoiets van, een middeleeuwse thema past er wel bij. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Ja, we gaan straks in de stad, in het centrum van Nijmegen, gaan we collecteren voor de Voedselbank. We willen een mooi bedrag ophalen, zodat we dat aan het einde van het evenement kunnen overhandigen aan de Voedselbank. Dat er vaker dit soort evenementen wordt georganiseerd voor deze mensen. En dat doen we met een boodschapper achter, Pay It Forward, de stichting waar we het vanuit doen. Die hebben bandjes en die bandjes die willen we geven aan de mensen met de boodschap achter. Doet u wel eens iets goed voor een ander? En dat dan die bandjes doorgegeven kunnen worden om zo mensen te inspireren het goede te doen voor een ander. En zo willen we eigenlijk een mooi bedrag ophalen en mensen iets meegeven om het goede te doen.